Regenfibe, supporter van Excelsior 31 TV. Kennisport, voor hoogwaardige geborduurde logo's. Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Welkom en leuk dat u weer kijkt naar het weekjournaal van Excelsior 31 TV. Deze week in de uitzending een verslag van de Bordenavond bij Excelsior 31, het vaste item Latje Trap, een vooruitblik op de toppen van het tweede elftal tegen Berkum en een kijkje op de training van het eerste. We beginnen met een verslag van de bijeenkomst van Borden Accountants vorige week donderdag in de sponsorruimte bij Excelsior 31. De gasten werden vermaakt met een verrassend programma over de overeenkomst tussen voetbal en het zakenleven. Ja, voor ons staat Dietmar Schelhaas, een van de partners van Borden Accountants. Ja, vanavond was er een bijzondere avond bij Excelsior 31. Wat is er gebeurd? Nou, we zijn natuurlijk sponsor van de sponsorcollectief Top Support. En op een gegeven moment in de directievergadering ging het ook van ja, we willen toch een keer wat doen. En dan wil je toch ook je naam uitdragen als sponsor. Dus wat is er dan leuker om bij Excelsior 31 toch een avond te organiseren? Nou, dan is natuurlijk de vraag, ja, wat voor onderwerp gaat het dan worden? Nou, op een gegeven moment, dat is natuurlijk de link gelegd en dat moet dan voetbal worden. Nou, als je dan een beetje in je netwerk kijkt van wie daarin zich in begeeft. Nou, Benno Schildkamp is directeur van een bedrijf waar wij zelf accountant zijn. Dus ja, de link was snel gelegd. En tegenwoordig geeft hij veel lezingen samen met Erik Brama, nou, natuurlijk een bekende scheidsrechter. Dus zodoende was de link gelegd. En gezien de opkomst was het geloof ik wel een succes, al zeg ik dat zelf. Ja, je had het ook bij een restaurant kunnen doen of bij jullie op kantoor, maar je hebt toch gekozen voor Excelsior 31. Waarom? Omdat je sponsor bent bij Excelsior 31? Ja, zeker. Ja. Toch ook om, we zijn een gouden sponsor hier en je hebt hier gewoon een mooie ruimte waar veel mensen in kunnen. Nou, er is veel overleg geweest, ook met de sprekers, dus... lof voor de organisatie en ook voor Excelsior natuurlijk. Je had het over een hoge opkomst vanavond. Hoeveel mensen waren er vanavond? De secretaresse heeft ze geteld. En er waren 102 aanmeldingen. Maar uiteindelijk heeft ze op het hoogtepunt van de avond 109 mensen geteld. Dus, Ja, dat is op zich wel heel uniek. We maken hier wel sponsoravonden mee. We maken ook wel eens lezingen mee. Maar we hebben nooit een getal boven de 100 gehad. Dus wat dat betreft hebben jullie het heel goed gedaan. Ja, nou, daar zijn we ook heel content mee. Je moet het ook zien als een soort netwerk, denk ik. Ja, zeker. Je probeert toch je naam uit te dragen, ook als Bordan. Nou, we hebben op zich wel een bekende naam in het Rijsterse. Maar toch, je moet wel onder de aandacht blijven van je klanten. Want klanten moeten toch vertrouwen in je krijgen. En daar is dit een goede gelegenheid voor. En wij zijn er echt blij mee met de opkomst. En ik heb het in het begin ook gezegd van mijn toespraakje, zeg maar. Normaal gesproken, als je echt inhoudelijke lezingen geeft, ja, dan heb je een man of 40. Maar goed, als je dan boven de 100 schiet, dat geeft gewoon heel veel energie. En ja, iedereen is daar blij mee en top. Al met al een groot succes, denk ik. Ja, en ik hoop ook dat het navolging krijgt, dat ook andere sponsoren van Top Support, dat die toch ook deze ruimte weten te vinden. En dat deze ruimte dus ook zo effectiever wordt uitgenut en uiteindelijk de opbrengst, want dit levert natuurlijk al wat op zo'n avond, dat het dan ook ten goede vloeit aan de vereniging. Dus mooi. Ook mooi, Excelsior TV, dat jullie erbij waren, was ook afstemming van tevoren, maar was goed geregeld. Bedankt. Dan gaan we nu verder met Latje Trap. Deze week is het de beurt aan assistent-trainer Harry Beltman. Welkom bij Latje Trap. De spelers van het eerste elftal schieten vanaf 3 afstanden en kunnen 1, 3 en 5 punten per schot halen. Deze week in Latje Trap. Harry Beltman, assistent-trainer. Welkom bij Latje Trap. 9 punten voor de nummer 1, John Lubbers. De hoofdtrainer 6 punten. Harry Beltman, hoeveel punten? Ertussenin. Daar gaan we voor. Succes. Dankjewel. Harry, als voetballer moest je het ook van je inzet hebben, hè? Klopt. Verwachting niet waar kunnen maken. Duidelijk. Het tweede elftal van Excelsior 31 speelt aanstaande zaterdag de topper tegen Berkum.
Tweede staat op dit moment op de eerste plaats en Berkum op de tweede plaats. Wij namen een kijkje op de training en Leon Simons sprak met Bram Vrijen en Gert-Jan Schultink over de toppen van aanstaande zaterdag. Excelsior 31-2 doet het dit seizoen erg goed in de reservehoofdklasse. De ploeg van trainer Bram Vrijen staat na 17 wedstrijden bovenaan met 38 punten en doet dus volop mee in de strijd om het kampioenschap. Ja, we staan inderdaad bovenaan, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het beter is dan het eerste. Ik moet wel toegeven dat het een iets ander niveau is, maar we doen het gewoon goed. Als je ziet wat voor jonge ploeg we hebben, veel spelers vanuit de A1 overgekomen naar het tweede helftal. Ja, dan mag je gewoon tevreden zijn, denk ik, als je bovenaan staat. Maar we hadden wel gedacht dat we zo lang mee zouden doen, maar als je nou bovenaan staat of tweede, dat is nog even de vraag. Maar het staat mooi bovenaan, dus... Het eerste elftal kampt dit seizoen met veel blessures en moet dus vaak een beroep doen op jongens uit de tweede. De selectie ziet er dus elke week anders uit. Ja, nee, dat klopt. De eerste seizoen zelf toch wel veel met een vast team gespeeld, moet ik zeggen. Vaak wat jongens van het eerste erbij gekregen. Ja, de laatste weken is het meer afstaan dan erbij krijgen. Ja, toch wat blessures, schorsingen, dat is ook inherent aan de periode natuurlijk. Ik denk dat ook meer ploegen dat hebben, hoor. Maar ja, het blijft tweede elftal en dan blijf je altijd aan het schuiven. En vaak is het nog weer tot donderdag even afwachten van wat doet die speler bij één. En zijn er nog blessures? Wie gaat er dan bij ons mee? Wie gaat op de bank bij één? Dus vaak op donderdag is het nog even weer puzzelen samen met Hans. Maar ik moet zeggen... dat we het gewoon elke keer weer goed oppakken. Ja, dat klopt. We hebben genoeg kwaliteit in de tweede zelf. Dus het is altijd mooi als de jongens van 1 bij zitten. Maar wat ik al zeg, we hebben genoeg kwaliteit in huis. Dus we kunnen voor iedereen winnen. Afgelopen zaterdag deed Excelsior 31-2 goede zaken door uitconcurrent SDV Barneveld met 2-1 te verslaan. Zaterdag staat er weer een topper op het programma. De nummer 2 Berkum komt op bezoek. Als je afgelopen zaterdag ziet de wedstrijd tegen de nummer 2, tenminste dat was de nummer 2, Barneveld. Toch een van de betere, zo niet de beste ploeg bij ons in de competitie, denk ik. Dan ga je daar toch wel met een gehavend team heen, doordat ook bij het eerste wat schorsingen en blessures zijn. En als je dan ziet dat je daar dan met 1-2 wint, door gewoon eigenlijk gewoon keihard met elkaar te knokken. En dan is dat mooi om te zien. Wat heb je uit tegen Berkum gedaan? 2-1 verloren, helaas. En hoe ging die wedstrijd? Ja, we waren veel beter. Maar ja, Berkum een stugge ploeg. Ze zakken veel in en we hadden er gewoon moeite mee om echt kansen te creëren. Het veldoverwicht was voor ons, maar we konden de kansen niet afmaken. Dus je hebt eigenlijk wel goed te maken tegen hun? Ja, we hebben wel goed te maken. Dat gaan we ook zeker doen. Eigenlijk staan we het hele seizoen al bovenaan. Maar het is elke keer wel met een minimaal verschil. Want ook de concurrentie blijft steeds winnen. Nou ja, het Barneveld heb je nu op 4 punten inderdaad gezet. Maar Berkum staat op 1 punt en Nijkerk op 2. Dus als je zaterdag verliest, dan sta je in één keer derde. En als je zaterdag wint, dan zet je Berkum op 4 punten. En dan hou je Nijkerk als achtervolger over met 2 punten. Ja, dus... cruciaal kun je zeggen, maar goed, uiteindelijk is elke wedstrijd cruciaal als je kampioen wil worden. En dat willen we graag, dat willen de jongens graag, dat willen wij graag. Dan moet je elke week presteren. Jullie hebben een team om kampioen te kunnen worden naast Barneveld, Nijkerk en Berkum eventueel? Ja, als je bovenaan staat het hele seizoen en rond deze periode met nog 9 wedstrijden, dan kun je niet anders concluderen dan dat, lijkt mij. Maar dat wil niet zeggen dat het even gaat gebeuren. Dat wordt nog heel erg spannend. Want ook Nijkerk, wat je al zei, die ploegen, die hebben ook gewoon goede teams. En het zit allemaal heel kort op elkaar. Zo eerlijk dat je dat zegt, dat je voor het kampioenschap eventueel gaat. Want bij betaalde voetbal wordt die vraag ook wel eens gesteld. En dan verschuilen ze zich altijd van, nou, we willen met de bovenste meedoen. Maar jij wil dus echt voor het kampioenschap mee gaan doen? Wij willen voor het kampioenschap meedoen, ja. De wedstrijd Excelsior 31-2, Berkum 2, begint zaterdag om 11:30 op Sportpark de Koerbelt. Het eerste elftal van Excelsior 31 speelt aanstaande zaterdag een thuiswedstrijd tegen Spakenburg. De laatste 4 thuisduels werden verloren, dus Excelsior heeft wel wat goed te maken hier voor eigen publiek. Gerald en Over, afgelopen zaterdag werd er in de blessuretijd verloren van Scheveningen. Hoe hard kwam deze klap aan binnen de selectie? Ja, je zag denk ik gelijk na die goal alle verslagenheid bij de spelers. Iedereen viel op de grond. Ja, dat is een hele harde klap. Ik denk als je zo laat in de wedstrijd nog gelijk komt op een 2-2, dat je dat punt moet koesteren. Ja, als je dan nog in de blessuretijd plus 2 waarschijnlijk nog een goal tegenkrijgt, ja, dat is een hele bittere pil.
Ja, want jullie krijgen in de eerste helft en in de tweede helft echt late goals tegen. Denk je dat je als team verzwakt of ligt het daar niet aan? Ja, ik weet niet wat er ligt, maar de momenten van de goals waren wel heel zuur. Vlak voor rust. Dan ga je met een gelijkspel de rust in. Dat is natuurlijk een dompen. En je bent volgens mij nog geen 20 seconden de kleedkamer uit of je komt op achterstand. Ja, net wat we net al aangeven, dan kom je op 2-2 en dan uiteindelijk nog eens een keer die 3-2 eroverheen. Ja, dat is... Dat doet wel wat met een ploeg. Ja, en hoe wordt die knop dan omgezet binnen het team? Ja, je moet gewoon keihard blijven strijden met z'n allen. Je moet het gewoon met z'n allen doen voor elke meter knokken. Ik zeg altijd met elkaar en voor elkaar. Ja, en als dat het geval is, elke zaterdag weer, dan komen we zelf de punten wel weer. Ja, zaterdag kijken we dan maar naar. Jullie spelen zaterdag thuis tegen Spakenburg. Zij wonnen tot nu toe hier nog elke wedstrijd voor jullie in de topklasse. Wat weet je zelf van het team? Ja, Spakenburg is altijd een goede ploeg. Ze hebben dit jaar weer veel nieuwe jongens. Ja, de laatste tijd winnen ze veel. Maar ja, wat zaterdag tijden wij hier is gewoon de 3 punten houden. Zowel voor onszelf, voor het publiek. Ja, en dan winnen we gelijk een keer van Spakenburg thuis. Ja, dat zou mooi zijn. Jij zelf staat de laatste week in de basis. Je begon dit seizoen eigenlijk alleen maar als wisselspeler. Hoe heb jij de laatste weken dan ervaren? Ja, wisselspeling helemaal, maar het begin van het seizoen was heel wisselvallig. Dan weer bank, basis, ja, een beetje kwakkelig. Ja, nu sta je er weer. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ja, niveau moet bij elke speler denk ik omhoog. En als dat het geval is, dan heb ik er vertrouwen in. Oké, en zaterdag, waar liggen voor jullie de kansen? Waar liggen de kansen? Ja, ik denk dat we eerst eens minder tegengoals moeten krijgen. Het is de laatste wat ongelukkig. Ik meen dat we al 50 tegengoals hebben. Het zou fijn zijn als dat is wat getemperd wordt. En ja, als we elke wedstrijd 2-3 keer scoren, dan moeten de punten hier komen. In de loop van het weekend zijn er weer diverse samenvattingen te zien hier op Excelsior 31 TV. Te beginnen met Excelsior 31 tegen Spakenburg, maar ook Excelsior 31 F1 tegen Kwik 20 F1. Zij spelen zaterdagmorgen om 9:30 hier voor de beker. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende uitzending. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior31TV.